En wat mij altijd heeft getroffen in de culturele sector, ik kwam natuurlijk in 2005 redelijk blanco die sector in, nadat ik het nationale en internationale bedrijfsleven had verkend. Wat mij altijd heeft getroffen is dat het in het product, dus de kunstvorm, ongelooflijk progressief is en altijd de grenzen opzoekt en daaromheen onvoorstelbaar conservatief is. In die zin dat het vastgeroest lijkt in allerlei denkprocessen en patronen die al decennia, echt werkelijk decennia meegaan. En dat zou denk ik wel mijn oproep zijn voor de culturele sector voor de komende periode. Zeker als het gaat over dat ondernemerschap. Bevrijd je van dat soort dwingende kaders. Denk buiten die kaders die beperken. En ga ook, als het gaat over ondernemerschap, dat smalle pad langs het randje van de afgrond lopen. En dat klinkt gevaarlijk en dat klinkt risicovol. En natuurlijk, je moet, want dat is de kerndefinitie van ondernemerschap. Dat is beredeneerd risico nemen. Dus dat risico moet je niet zomaar klakkeloos blindelings gaan nemen. Je neemt een beredeneerd risico, maar blijf niet aan de veilige kant. Dus bevrijd jezelf van alle conservatieve ideeën op het gebied van ondernemerschap en marketing. Hou op met het denken in publieksgroepen, want mensen laten zich niet meer kaderen in publieksgroepen. Ik heb nog nooit een hedonistische, weet ik veel wat, gezien. Hou op met het labelen van mensen op het moment dat ze niet gelabeld kunnen worden. Mensen zijn veel rijker en diverser dan die hokjes waarin we ze plaatsen. En ik geloof ook dat als je blijft bij dat eerste punt, als je blijft bij je identiteit, als je gewoon bepaalt wie je bent, dat uiteindelijk ook mensen naar je toe trekt. Ik vond altijd een heel inspirerend voorbeeld en volgens mij echt het schoolvoorbeeld van hoe het moet. De opera in Brussel. Ik weet niet precies hoe lang dat geleden is gebeurd, maar dat was op een gegeven blik, ondanks het feit dat ze altijd het ijzeren repertoire programmeerden, op sterven na dood, tot ze een nieuwe intendant kregen en eigenlijk zichzelf opnieuw hebben uitgevonden, waarbij ze hebben gezegd van nou, wij gaan ons helemaal richten op moderne opera. Nou, ongeveer de meest controversiële keuze die je kunt maken als het gaat om zowel zakelijk als marketing technische aspecten. Want dat is nou niet direct zeg maar een genre in de opera waar hele dromme mensen voor samenkomen. Maar die keuze, een rücksichtloze keuze voor dat type opera, dat heeft een enorm succes teweeg gebracht. Waarbij mensen uit heel Europa naar Brussel komen om te zien wat daar nu speelt op het gebied van moderne opera. En het op die manier bij jezelf blijven en het niet meer plakken van labels op ik moet die publieksgroep daar zien te vinden, dat geeft een enorme bevrijding. Want het helpt je namelijk om je energie te steken in het aanwakkeren van het vuurtje in jezelf. En dat vuur dat wordt door anderen herkend. En dat is volgens mij ook het succesverhaal achter het Metropoolorkest. Het enthousiasme en de spirit die wij in dat orkest hebben gestopt, dat wordt herkend door het publiek wat we trekken. En daar hebben we geen publieksonderzoek aan gespendeerd. Dat publiek dat komt, wij trekken vrijwel altijd volle zalen. En dat heeft daarmee te maken. Het feit dat mensen dichtbij je willen zijn. Dat mensen van je houden. Cultureel ondernemerschap. Wat is dat precies volgens jou, ook anno 2016? Ja, dat is een goede vraag, Boris. Ik ben al een tijdje werkzaam in die culturele sector. Ik kom eigenlijk uit het bedrijfsleven. Sinds 2005, toen ik mijn eigen adviesbureautje ging oprichten, ook werkzaam in de culturele sector. Nou, in 2009 hebben we samen het handboek Cultureel Ondernemen geschreven. En ik denk dat datgene wat we daarin hebben opgeschreven eigenlijk vandaag ook nog wel geldt, maar betrekkelijk weinig wordt toegepast. En cultureel ondernemen anno 2016 is eigenlijk dus niet zo heel veel anders als cultureel ondernemen anno 2009.
Maar het wordt wel anders geïnterpreteerd of ingevuld. Hè. Wat je ziet is dat er een hele sterke nadruk ligt op eigen verdiensten, financiering, geld. Terwijl geld wat mij betreft, en ik denk ook dat zeg maar de visie was die door dat boekje heen liep, is een resultant. Hè. Het komt omdat je andere dingen goed hebt gedaan. En dat andere dingen goed doen, dat begint bij het heel goed nadenken over wie je eigenlijk bent als organisatie. Wat je doet op deze wereld, waarom je er bent, wat je brengt voor mensen. Je identiteit als het ware. En vanuit die identiteit probeert dat allemaal zo te stroomlijnen, zo uit te lijnen, dat mensen dat ook herkennen en dat ze bij je willen horen. Ik denk dat cultureel ondernemen anno nu, dat heeft ook heel sterk te maken met marketing en niet marketing, hoe dat wordt gepresenteerd in allerlei adviesgremia. Hoe je dat terugleest als hoe men kennelijk vindt dat culturele ondernemingen marketing moeten bedrijven, namelijk met focusgroepen, met verschillende publiekssegmentaties. Ik geloof daar steeds minder in. Ik geloof er heel sterk in dat als jij in staat bent om een merk te bouwen, dus van jouw culturele instelling een merk te maken, dat wordt gekend, dat wordt herkend ook door de mensen, dat ook vanzelf publiek trekt. Dus het bouwen van het merk, het vertellen van het verhaal, het worden van een aantrekkelijke naam, dat is de basis voor alles wat erna komt. Het trekken van het publiek, het realiseren van inkomsten uit recettes en uitkopen. En uiteindelijk dus inderdaad een gezonde financiering onder je instelling. Is het Metropoolorkest een culturele onderneming? Ja, Metropoolorkest is een cultureel ondernemer en we zijn cultureel ondernemer geworden, zou je eigenlijk moeten zeggen. Want het orkest voor de verzelfstandiging in 2013 was een ander type organisatie. Niet een ander type orkest, want het orkest is natuurlijk wel redelijk constant gebleven. Maar de organisatie eromheen was anders. Toen viel het nog onder de media. De mediabegroting van OCW. En het diende zich te houden aan de mediawet. En de mediawet verbiedt eigenlijk iedere vorm van commerciële exploitatie, van wat dan ook. En er is ooit hier een hele succesvolle cd opgenomen met Treintje Oosterhuis. Nou, daar is het commissariaat van de media helemaal op losgegaan op die casus. Dus dat heeft geleid tot enorme boetes, omdat die cd leidde tot zoveel extra inkomsten. dat inderdaad werd aangemerkt als dat is een ongeoorloofde commerciële exploitatie. Dat kon niet in de mediawet. Dat zijn wij verlaten. Hè. We zijn natuurlijk ook fors gekort op het budget. Hè. Dus enerzijds het verlaten van de mediawet in de overgang naar wat wij toen in 2013 hoopten, een plekje in de cultuurbegroting. Versus de halvering van het budget, die heeft ons natuurlijk wel gedwongen om cultureel ondernemer te worden. Dus waar wij eerst niet ondernemend mochten zijn, moesten we ineens van, nou ja, echt de ene dag op de andere eigen inkomsten gaan genereren. En dat was natuurlijk best een probleem. Hè? Want de kennis, de ervaring, de hele traditie in het verwerven van die eigen inkomsten, die ontbrak. Dus dat moest allemaal vanaf de grond op worden opgebouwd. En dat hebben we gedaan en eigenlijk is dat ook best wel aardig gelukt. Hè? Want als je kijkt naar bijvoorbeeld 2014, dat is het eerste jaar waarin het Metropoolorkest volledig zelfstandig bestond. En dan zie je dus in de jaarrekening dat het uiteindelijk ook gelukt is om toch 1,5 miljoen aan eigen inkomsten aan dat orkest te binden. Het is denk ik best knap, hè, om van 0 naar 1,5 miljoen te gaan in een jaar tijd. En zou je ook zeggen dat het winnen van de Grammy Award, is dat ook een goede indicator voor het ondernemerschap wat jullie aan de dag hebben gelegd?
Nou, het is in ieder geval een goede indicatie voor de artistieke kwaliteit. Want uiteindelijk krijg je die prijs natuurlijk niet omdat je de beste ondernemer bent. Hè, maar je krijgt de prijs omdat je een prachtige plaat hebt afgeleverd. Die als zodanig ook wordt erkend door de vakbroeders in de muziekwereld. Maar het is ook een beloning voor ons ondernemerschap. Hè, want dat ligt er toch wel als een soort van basis onder. Want als we niet de guts hadden gehad om in 2014, toen we die plaat hebben opgenomen, hè, om toch met een onzekere uitkomst, hè, een fors bedrag te investeren in dit project. Hè, waarbij we ook nog eens een keer een heel groot gedeelte van de opname van deze plaat hebben gecrowdfund. Dat was omdat we anders dan een traditioneel concert hier het publiek in de band en in het orkest hebben geplaatst. Iedere keer 100 mensen. Dus er was plaats voor 100 mensen. We hebben 4 sessies hebben we in totaal gespeeld waarin deze plaat is opgenomen. Dus in totaal 400 mensen, maar die betaalden wel €100 per persoon om daar te mogen zijn. Dus met dat geld een groot gedeelte van de opname bekostigd. Maar dat was natuurlijk lang niet genoeg om ook het orkest daarvoor te laten spelen. Om alle out-of-pocket kosten daarmee te dekken. Nou, dat was een beredeneerd risico met een onzekere uitkomst. En uiteindelijk is het met deze plaat helemaal goed gekomen. Hè? Getuige de Grammy. Maar ook getuige het feit dat we uiteindelijk een best aardige CD-contract hebben weten te sluiten met Universal Music. Het Impulse Records in dit geval, een van de labels van Universal Music. Waarbij we uit het voorschot op de te ontvangen royalty toch eigenlijk alle out-of-pocket kosten hebben weten te dekken van dit project. Want er was een risico mee gemoeid. Er was zeker een risico mee gemoeid. En als het allemaal was mislukt, dan waren we niet omgevallen. Maar dan had het een flink gat in de begroting voor het jaar daarop geslagen. Ja, het zegt zeker iets over onze risicotolerantie. Die wordt steeds lager. Ja, en dat is natuurlijk ook best een ding. Hè. We zijn begonnen met het orkest met de helft van het budget. Hè, maar we hebben uiteindelijk ook dat goed kunnen doen. Omdat we de kosten ook hebben teruggebracht naar het niveau van de helft van dat budget. Dus waar we voorheen deden met een budget van €7 miljoen, ging het naar €3,5 miljoen. Maar het kostenniveau van €7 miljoen is ook teruggebracht naar een kostenniveau wat gedekt kan worden door €3,5 miljoen. Daar zit het probleem dus niet. Hè, maar de risicotolerantie waar het gaat over het investeren in dergelijke projecten, hè, dat konden we nu doen omdat we naast de 3,5 miljoen subsidie ook nog wat eigen vermogen hadden meegekregen vanuit de uitsplitsing van het Metropoolorkest. Uit het muziekcentrum van de Omroep, de paraplu-organisatie waar het tot dan toe onder viel. Die wordt natuurlijk minder, want we hebben heel bewust geïnvesteerd vanuit eigen vermogen in dit project. Maar dat eigen vermogen wordt er niet groter op. En naarmate dat kleiner wordt, wordt natuurlijk het risico groter dat al wanneer je een dergelijke onderneming start, dat het leidt tot een ontoelaatbare verlaging van je weerstandsvermogen. En dat moet je dus iedere keer bedenken. Dus dat de toekomstbestendigheid kunnen compromitteren als het niet was gelukt op deze manier? Ja, het had dat kunnen doen. En in zekere zin, omdat het nog steeds geen vetpot is rondom de financiering van dat orkest, is het nog maar de vraag of wij een volgende keer weer met diezelfde blijmoedigheid in zo'n project kunnen starten. Zonder dat we eerst tot 6 cijfers achter de komma nauwkeurig hebben uitgerekend of het eigenlijk wel een verantwoord risico is. En dat is natuurlijk best lastig als je bedenkt dat bij ieder kunstenbedrijf, ook in het ondernemerschap, het gaat over het balanceren langs de afgrond. Want als je aan de veilige kant van die afgrond blijft, dan maak je dus per definitie niets. Dan maak je geen kunst. Dan zoek je niet het scherpst van de snede op. En dat ondernemerschap volgt dat spoor langs de afgrond eigenlijk heel nauwgezet. Als je niet bereid bent om
dat risico te nemen, dan maak je dus per definitie niets. En dat is, denk ik, het mooie, maar ook het gevaar van een onvoldoende solide financieringsmix onder zo'n organisatie te hebben. Je moet ergens in staat zijn om, mocht het fout gaan, om die klap te kunnen opvangen. Het vooruitstrevende vooroplopen in de orkestrale popmuziek. Dat wordt belichaamd door de persoon van Jules Buckley, onze chefdirigent, sinds de verzelfstandiging, sinds 2013. Een ongelooflijk enthousiaste en jonge vent, 35. Het is eigenlijk een verrassend jonge leeftijd om al chefdirigent dan ergens te zijn. Maar iemand die zo is aangehaakt bij wat er gaande is in die orkestrale pop- en jazzmuziek, die zo weet wat er speelt, wat er opkomt, wat er relevant is in die wereld, dat hij eigenlijk ons artistieke kompas is waar wij op varen. Dus waar wij, mijn financiële collega en ik, zeg maar het zakelijke gedeelte organiseren als zeg maar kurk onder die organisatie, is hij zeg maar het artistieke kompas. Kun je iets vertellen over die identiteit en ook de missie van het Metropole Orkest? Ja, zeker. En dan moet je eigenlijk iets weten over de ontstaansgeschiedenis van dit orkest. Het Metropole Orkest is in 1945 opgericht. Eigenlijk op instigatie van toen de enige Nederlandse radiozender, Radio Herreizend Nederland. Met als doel twee dingen. Namelijk om wat toen heette de lichte muziek op het allerhoogste kwaliteitsniveau te spelen. Dat is wat we nu zouden vertalen als de orkestrale pop- en jazzmuziek. Alles behalve de klassieke muziek. Dat was één. En twee, om, zoals dat toen nog zo mooi heette, vreugde en verbinding te brengen in de samenleving. En die samenleving was natuurlijk vlak na de oorlog was best door elkaar geschud in Nederland. Het Metropoolorkest werd gezien als een vehikel om die samenleving in Nederland weer bij elkaar te brengen. En merkwaardig genoeg, of eigenlijk helemaal niet zo merkwaardig, is dat anno 2016 zijn dat nog steeds exact de tweezelfde elementen die in het DNA van het orkest ingebakken zitten, die onze identiteit bepalen. We spelen nog steeds die orkestrale pop- en jazzmuziek op het allerhoogste niveau. Dus niet omdat wij dat vinden, maar dat blijkt dan bijvoorbeeld door het feit dat we die prijzen winnen, die Grammy en een Juno Award en eind van deze maand krijgen we de Edison Oeuvreprijs uitgereikt. Dat zit dus kennelijk goed. En dat verbindende element in de samenleving. Ik denk dat ook een ander uniek element is van dit orkest. Ik zeg wel eens gekscherend. Iedere Nederlander hoort iedere dag het Metropoolorkest. Alleen je bent het je vaak niet bewust. Het is een orkest met een enorm bereik. Het is het orkest wat al bekende jingles en tunes van omroepen heeft ingespeeld. Variërend van NOS Langs de Lijn, Met het Oog op Morgen. Dus Reinhard Maaij begint te zingen en dan valt het orkest in, dat is het Metropoolorkest. NOS Sportzomer, Radio Tour de France. Alle deuntjes die je hoort, waarmee je gelijk zeg maar, de zomer in je kop krijgt. Dat is allemaal dus het Metropoolorkest tussen kunst en kitsch. Het Klokhuis, dat zijn allemaal tunes van het orkest. Naast de enorme productie die het orkest ook heeft gemaakt voor de nationale en de internationale popmuziek. Of dat nou cd's zijn van Marco Borsato, van Ilse de Lange of The Common Linnets, of van Professor Green in de UK of van The Basement Jacks. Er zitten allemaal orkestpartijen van het Metropoolorkest onder. Dus iedere Nederlander hoort iedere dag wel iets van het orkest. Dat is één, dus bereik is enorm, maar het bereik is ook heel divers. Want we spelen ook muziek van en voor iedereen. Of dat nou de fans zijn van Wolter Kroes, met wie we spelen, of met Gordon, die hier van de week nog in deze studio stond om zijn laatste cd op te nemen. Of de fans van jazz en van hele fraaie orkestrale popmuziek en alles ertussenin, filmmuziek, lichte muziek, game muziek, dat wordt allemaal gespeeld. Al die doelgroepen,
Nou, ook voor allerlei wereldculturen. Hè? Dus variërend van programma's die we hebben gedaan voor de Marokkaanse gemeenschap, de Turkse gemeenschap. We hebben hier 2 jaar geleden de Nightingale of Asia, Asha Bosle. De meest opgenomen artiest ter wereld, 80.000 liedjes. De stem van Bollywood. Dat hoge gezang van Bollywoodfilms, dat is allemaal Asha Bosle. Die hebben we hier gehad. De hele Hindoestaanse gemeenschap loopt daar vooruit. Dus we zijn het orkest van en voor iedereen. En dat zit dus ook nu, anno nu, nog steeds in ons DNA. We hebben ons natuurlijk ook weer in de ogen gekeken en afgevraagd van wat is nou het Metropoolorkest anno 2016. Hè? Naast die twee algemene in het DNA ingeramde elementen hè? Van vreugde en verbinding. Hè? Dus het samenbrengen van mensen en dat hoge kwaliteitsniveau. En we hebben daarbij eigenlijk een paar dingen geconstateerd. Het Metropoolorkest is anders dan gangbaar wordt gedacht, geen begeleidingsorkest. We zijn niet het muzikale behang achter een artiest. Nee, we zijn een volwaardige, zelfstandige, artistieke factor. Als je een artiest en een metropoolorkest bij elkaar brengt, dan gebeurt er iets. Dan is het geheel meer dan de som der delen. Dus er gebeurt iets magisch. Die artiest wordt beter, het orkest wordt beter en het trekt elkaar op naar een hoger niveau. Maar het is dus die artistieke clash die ons wezenskenmerk is in de projecten die we doen. We hebben ook geconstateerd dat het Metropoolorkest, ondanks het feit dat we geen orkest meer zijn wat onder de Nederlandse publieke omroep valt, nog steeds bij uitstek een mediaorkest is. We zijn nog steeds een orkest dat via allerlei vormen van media, natuurlijk nu veel breder en veel diverser dan alleen dat radiostation in 1945... Via YouTube, via apps, via de televisie nog steeds, via de radio, nog steeds overal te bereiken is. Dit orkest is bij uitstek geschikt om via media te worden uitgezonden. Dat was het tweede wat we hebben geconstateerd. En het derde is dat als het gaat over de projecten die we doen, dat daar eigenlijk zeg maar een vierdeling in is aan te brengen. We doen projecten waarvan wij vinden dat we voorop lopen in de orkestrale pop- en jazzmuziek. Je ziet dat die orkestrale pop- en jazzmuziek een steeds populairder domein wordt. Talrijke collega-orkesten storten zich vol vuur en enthousiasme op wat traditioneel zeg maar, onze domein was. Dus werken met artiesten, brengen meer populaire muziek. En dat is prachtig. Hè? Wij vinden het schitterend, want het geeft alleen maar aan hoe significant en hoe belangrijk dat domein van die orkestrale pop- en jazzmuziek is. Maar je hebt in dat domein ook wel een specialist nodig. Iemand die voorop loopt hè, en iemand die de weg wijst. En dat is de rol die wij willen pakken. Dus de projecten die we ontwikkelen om leading te zijn, hè, dat is ook dan zeg maar, hoe we dat domein hebben genoemd, leading. Er staat onder het logo van het Metropoolorkest staat The World's Leading Pop and Jazz Orchestra. Dat hebben we er niet onder gezet omdat we onszelf zo goed vinden of dat we ons steeds op de borst willen kloppen. Nee, dat is geworteld in die ambitie. We willen een leidende rol spelen in de orkestrale pop- en jazzmuziek. En we willen ook anderen daarbij behulpzaam zijn. Je ziet het dat andere orkesten bij ons ook arrangementen komen huren als zij programma's doen. En dat is prima. Soms worden complete programma's van het Metropoolorkest gekopieerd. En ook dat is prima. Hè? Als wij die voortrekkersrol maar in dat domein pakken. Dus dat is nummer 1. Nummer 2 is World. Hè? Dat is een ander domein wat wij artistiek bestrijken. Een van de 3 Grammys die we ooit hebben gewonnen, dat was de Grammy voor het beste Braziliaanse album. Nou, dat is eigenlijk heel bijzonder, hè? Dat zo'n oer-Nederlands orkest de meest swingende Grammy eigenlijk pakt. Hè? Die voor het beste Braziliaanse album. En dat geeft al aan wat dit orkest heel erg goed kan. Wij kunnen ongelooflijk goed de muziek spelen van allerlei wereldculturen. En dat is iets wat wij ook willen blijven doen. Ook wel vanuit dat ene samenstellende deel van ons DNA. Dat wij mensen willen verbinden over grenzen heen. Uiteindelijk is muziek een universele taal.
Het is een taal die iedereen spreekt en die mensen ook bij elkaar kan brengen. En dat is de rol die wij vanuit, door het spelen van dat soort wereldmuziek ook kunnen pakken. Dan hebben we het domein Heritage, dus nummer 3 van de 4 samenstellende pijlers in onze artistieke visie. Heritage, dat is eigenlijk zeg maar ons erfgoed. Het erfgoed van de orkestrale pop- en jazzmuziek, dat gaat natuurlijk niet zo ver terug als de klassieke muziek. Hè? Want daar heb je 400 jaar muziekgeschiedenis waar je eigenlijk uit kunt putten. Nou, dit gaat dan denk ik hooguit een jaar of 70, 80, 90 misschien terug. En we hebben vanuit het Metropoolorkest sinds 1945 ook zelf een hele kanon aan erfgoed opgebouwd. Er liggen hier in de kelder 18.000 arrangementen die sinds 1945 zijn geschreven op de specifieke bezetting van het Metropoolorkest. En daar willen we ook iets mee. Want de meeste van die arrangementen die zijn maar één keer gespeeld. Dat is het wezenskenmerk van een orkest wat voor radio of televisie iets doet. Als het is opgenomen, ja, dan is het goed. Dus die zijn één keer gespeeld. Maar er zit heel veel materiaal tussen wat nog steeds ongelooflijk fris en ongelooflijk krachtig is. En wat we ook weer af willen stoffen, op willen poetsen en voor het voetlicht willen brengen. Nou, vierde categorie, de laatste samenstellende pijler, dat is de categorie Welcome. En Welcome, dat is eigenlijk alle projecten die we doen voor een groot publiek, waar het orkest laagdrempelig of eigenlijk niet drempelig toegankelijk is voor iedereen. En dat varieert van de musical sing-along op de uitmarkt, waar mensen echt werkelijk vanaf 's ochtends vroeg al voor het podium bivakeren om 's avonds bij die uitzending en dat concert te kunnen zijn, wat dan live wordt uitgezongen. Dat zijn de Max Proms, waarbij we voor natuurlijk de doelgroep van Omroep Max prachtige programma's maken. Het Knoop in je zakdoek galen, gericht op mensen met een verstandelijke beperking. Mm-hmm. Dat zijn die projecten waar misschien niet zeg maar, het artistieke leidende element de boventoon voert. Die nog steeds natuurlijk op dat artistieke allerhoogste niveau worden uitgevoerd. Maar waar die vooral voor hele diverse groepen in de samenleving laagdrempelig of niet drempelig inderdaad toegankelijk zijn. De tragiek van orkesten, ik noemde dat net al even, de tragiek van orkesten is dat je eigenlijk geen mogelijkheden hebt om efficiëntie te brengen in je primaire proces. Dat is al beredeneerd door de Amerikaanse econoom William Baumol. William Baumol die heeft gezegd van in een orkestbedrijf is er geen mogelijkheid om net zoals bij andere ondernemingen procesefficiëntie te brengen in het primaire proces. Je kunt namelijk, als Mahler heeft voorgeschreven dat je met 100 man op het podium moet zitten, kun je niet ineens met 50 man daar gaan zitten en de rest opvullen met synthesizers. Je kunt ook niet die symfonie 3 keer zo snel spelen, zodat je meer symfonieën er doorheen kunt jagen op één avond. Dus dat geeft al aan dat daar dus niet de mogelijkheden liggen om efficiëntie en daarmee dus geld te besparen, efficiëntie te creëren en geld te besparen. Aan de andere kant heb je te maken met een kostprijs die steeds hoger wordt. Dat heeft te maken met kosten voor dirigenten, maar ook kosten voor brandstof als je met de vrachtwagen of met de bus ergens naartoe moet. Kosten voor salaris en muzici. Dus die kostprijs die wordt steeds hoger. De kaartprijs is eigenlijk zeg maar gefixt op wat de markt er bereid voor is te betalen. En de kloof tussen wat het werkelijk kost en wat de markt bereid is te betalen wordt feitelijk daardoor steeds groter. Zonder dat je dus in kunt grijpen op slimme dingen om efficiënt te werken in je primaire proces. Nou, en dat, die financieringskloof, dat is wat William Baumol heeft beredeneerd. En dat is feitelijk misschien ook wel de reden waarom er in Nederland sinds begin jaren 80 steeds minder orkesten zijn gekomen. Je ziet sinds begin jaren 80 van de vorige eeuw orkesten worden opgeheven, orkesten die moeten fuseren,
een verdere samenklontering van orkestcapaciteit, gegeven de beschikbare middelen. Want uiteindelijk zijn die middelen ontoereikend om dezelfde orkestcapaciteit voor de komende 10 jaar te garanderen. En dat wordt ook hier met de budgetten die vanuit overheidswegen onder druk staan natuurlijk best een ding in dit land. Zoals ik al zei, heel veel orkesten begeven zich op ons terrein. Het lijkt ook wel een soort van, laten we ons vooral daarop gaan richten, want daar is kennelijk nog wel publiek te vinden. Dat is het natuurlijk wel zo, hè. Het is voor ons misschien wel makkelijker om publiek te vinden en hogere uitkoopsommen te bedingen dan voor de meeste van onze klassieke collega's. De meeste, niet alle, maar de meeste. Dus het is niet verwonderlijk dat ons terrein, ons tussen aanhalingstekens, terrein daarmee wordt opgezocht. Maar ik geloof niet in concurrentie. In die zin geloof ik te vast en vertrouw ik te zeer op de unieke kwaliteiten van het Metropoolorkest. Want je kunt ons wel kopiëren, maar je doet ons toch niet na. En buiten dat, we vinden het ook helemaal niet erg dat iedereen zich op ons domein of zich in ons vaarwater begeeft. Want het geeft alleen maar aan dat hetgene dat we aan het doen zijn, klaarblijkelijk heel erg relevant is. Iedereen wil het namelijk nadoen. Wat mij trof toen ik hier aantrad bij het Metropoolorkest, nu bijna 4 jaar geleden, was dat, toen hadden we misschien nog niet zo heel erg hard nagedacht over wat is nou onze artistieke visie of wat is nou ons artistieke DNA. En wat mij trof was dat het Koninklijk Concertgebouworkest doet eigenlijk 1 keer per jaar iets in de lichte muziek. Dat is op toen nog Koninginnennacht, tegenwoordig Koningsnacht. En dat doen ze dan ongelooflijk goed. Respect afdwingend goed. Maar het kan niet zo zijn dat het Koninklijk Concertgebouworkest in dat opzicht relevanter wordt dan het Metropoolorkest. Dus wij, en dat was misschien ook wel een wake-up call, wij moeten altijd zorgen dat wij de weg bereiden, dat wij de grenzen verkennen van wat er aan de hand is in die orkestrale pop- en jazzmuziek. En dat de rest dan volgt. En dat er misschien meer zijn die grenzen verkennen, dat is niet erg. Want uiteindelijk is dat domein natuurlijk ook heel erg groot. En je kunt ook van elkaar leren, je kunt elkaar inspireren en uiteindelijk is concurrentie helemaal niet erg, want het stimuleert je tot het doen van grotere dingen. Je ziet het bij bedrijven, als er concurrentie is, dan worden de producten beter. En dat geldt precies hetzelfde volgens mij in de culturele sector. Een beetje competitie is helemaal niet vies. Bij ons was de kans die ons werd geboden, is dat tegelijkertijd met die bezuiniging ging het klinkt misschien wat pathetisch, maar het juk van de mediawet ging eraf. Dus we mochten gaan ondernemen en dat hebben we ook gedaan. We hebben onze vleugels uitgeslagen en we zijn gaan ondernemen. Kijk, wat je nu ziet is, in dat opzicht is ons een fors aantal beperkingen voorgeschoteld. Het budget wat wij hebben gekregen nadat we zijn verzelfstandigd, wat uiteindelijk neerkwam op 3,5 miljoen aan vaste subsidie per jaar. De helft van het oorspronkelijke budget van 7 miljoen. Dat wordt nu teruggebracht naar 3 miljoen per jaar. Dat is namelijk het budget wat door het ministerie is ingetekend in de in het BIS, dus de basisinfrastructuurontwerp. Dus dat betekent dat er nog een keer 15% er vanaf gaat. Naast die 50% die er al vanaf is gegaan. Nou, dat is iets waar we ons niet zomaar bij neerleggen. Dus we vinden, we zoeken naar mogelijkheden om mensen, ministerie, politiek ervan te overtuigen dat het toch beter is om ons op het toch al basale niveau van 3,5 miljoen te financieren. Maar stel dat het niet lukt,
Stel dat het niet mogelijk is om er 500.000 structureel aan subsidie bij te krijgen per jaar. Dan zullen we niet, want dat zit gewoon niet in onze aard, we zullen niet bij de pakken neer gaan zitten. We zullen dingen blijven ontwikkelen, we zullen ideeën blijven genereren om te zorgen dat wij in de financieringsmix onder dat orkest onafhankelijker kunnen worden van onze grootste financier, wat dan op dit moment de overheid is. En in dat kader zijn we dus aan het nadenken over een casus naast het orkest, waarin we toch ook kijken naar prachtige voorbeelden in de culturele sector van organisaties die het dan hoegenaamd zonder 1 cent subsidie doen. Het bekendste voorbeeld in de podiumkunsten, dat is dan, het bekendste voorbeeld is natuurlijk André Rieu, die toch een behoorlijk aantal miljoenen op jaarbasis omzet. In ieder geval net genoeg om niet failliet te gaan. En dat laatste, dat is wat je natuurlijk moet zien te voorkomen. Maar wat misschien ook wel samenhangt met het kostenniveau wat er bij die shows wordt gecreëerd. Want het is immers, als je Schloss Schönbrunn op ware schaal laat nabouwen en je moet het vervolgens in 30 zeecontainers achter je aanslepen over de hele wereld. Ja, dat is ook best een hele dure operatie. Maar wat hij ongelooflijk knap doet, is dat hij dus een model heeft gevonden waarin hij in staat is om zoveel geld uit de markt te halen dat hij daarmee het orkest wat hij heeft kan bekostigen. Nou, en wat zijn dan de elementen in dat model waar wij iets van kunnen leren? Want ik zeg niet dat het Metropoolorkest een ander Rieu-orkest moet gaan worden. En sterker nog, we moeten het ook doen om juist die 4 elementen in ons artistieke beleid steviger te kunnen maken. Dus om het financieringsfundament onder onze artistieke plannen, om dat te versterken. Maar wat wij kunnen leren van André Rieu is dat de elementen die hij in zijn businessmodel heeft zitten, namelijk je neemt een heel succesvol programma en je doet dat in zijn geval een keer of 150 per jaar voor zalen van 20.000 mensen en meer, dan hou je er dus in de opbrengsten uit die zalen hou je er genoeg aan over om de kosten daarmee te dekken en meer dan dat. Die investeringscasus waar ik nu mee bezig ben is gestoeld op dat denken. Zijn wij vanuit het Metropoolorkest in staat om een concept te bedenken dat zo krachtig is en zo stevig is dat dat inderdaad zalen van tussen de 10.000 en de 20.000 mensen vol trekt met een hoog kwaliteitsniveau. Dus het mag niet marchanderen met de kwaliteit of het mag de missie van het orkest niet compromitteren. Dus in dat opzicht hou je natuurlijk wel een aantal elementen in 4 overeind. Maar zijn we in staat om dat te doen en om daarmee het feit dat we uit zalen eigenlijk nooit op dit ogenblik de totale kosten van het orkest gedekt krijgen. Dat komt omdat een zaal van 900 personen eenvoudigweg niet voldoende aan kaartprijs oplevert om die totale kosten voor elkaar te krijgen. Maar als dat een zaal is van tussen de 10.000 en de 20.000 personen, dan wel. Want even voor het gemak, het verhogen van de kaartprijs zal weer in strijd zijn met de missie en het DNA. Ja, kijk, we zijn al sinds 1945 het orkest voor iedereen, van iedereen, voor iedereen. En als wij onze prijzen gingen verhogen naar een niveau waardoor we voor grote groepen in de samenleving onbereikbaar worden, dan zouden we inderdaad die missie compromitteren. Nog even los van het feit dat het dan wellicht ook wel heel erg lastig wordt om die zalen vol te krijgen. Want toen ik hier kwam met het Metropoolorkest, dat waren wel denk ik de meest donkere ogenblikken die het orkest ooit heeft gekend. Zonder dat ik natuurlijk bij de hele geschiedenis aanwezig ben geweest. Maar het perspectief was vrijwel nul. Het orkest zou ophouden te bestaan. Er waren 2 businessplannen geschreven die alle 2 af waren geschoten door het ministerie. Eigenlijk ook omdat ze uitgingen van een verkeerde veronderstelling, namelijk dat het orkest zich in de commerciële markt zou moeten kunnen bedruipen. En dat kan wel, maar dan moet je dus het model van André Rieu rücksichtloos kopiëren.
En dat wilde men niet, hè? Dat wilde het ministerie uiteindelijk niet en de samenleving ook niet. Want het Metropoolorkest is natuurlijk ook dat unieke orkest wat alles speelt voor iedereen. Hè? Maar waar dus ook een hele rijke palet aan allerlei projecten voor allerlei verschillende doelgroepen in de samenleving onder ligt. Nou, die zwarte momenten, dat hebben we dus om weten te buigen. Maar het orkest viel toen onder een overkoepelende organisatie. Het Muziekcentrum van de Omroep, dat was zeg maar de paraplu-organisatie waar het Metropoolorkest onder hing, de Radio Kamerfilharmonie, het Radio Philharmonisch Orkest en het Grote Omroepkoor, en nog een educatieve dienst en de muziekbibliotheek. Dat viel allemaal daaronder. Dus dat betekende ook dat het orkest eigenlijk heel erg krap bestaft was. Het was eigenlijk alleen maar een productiestaf die daar was. Dus mensen die direct bij de uitvoering van concerten waren betrokken. Want alle andere functies die werden gedaan door die paraplu-organisatie. Marketing, financiën, personeelszaken, noem alles maar op. Dat zat allemaal daar. Het rare is, want je zou het haast een soort van tegenstrijdige beweging kunnen noemen. Het budget ging door de helft. En we hebben ervoor gekozen om de contracten van alle muzici naar 50% terug te brengen. Eigenlijk in de aanloop, het orkest werd gered in december 2012, in de aanloop naar de verzelfstandiging op 1 augustus 2013... We hebben ervoor gekozen om niet te gaan reorganiseren in de traditionele zin van het woord. Dus om te zeggen van nou, degene die het laatst is binnengekomen, die gaat er als eerste uit. Op de eerste plaats niet, omdat je dan waarschijnlijk een heel raar gevormd kleiner orkest overhoudt. Maar op de tweede plaats ook niet, omdat dat moreel niet juist voelde. Want iedereen had schouder aan schouder met elkaar gestreden voor het voortbestaan van het Metropoolorkest. En dan zou je dus ineens afscheid moeten gaan nemen van die collega's die net zo hard hadden gevochten in een reorganisatietraject. Dus we hebben gezegd van we gaan in plaats van verticaal te reorganiseren, gaan we horizontaal reorganiseren. Dus we gaan alle contracten terugbrengen naar 50% contracten. Want een van de elementen om uiteindelijk een succesvolle culturele onderneming te bouwen, dat is dan naast zeg maar dat je rücksichtloos trouw blijft aan je missie, is dat je wel zorgt dat je kostenniveau past bij het niveau van je vaste inkomsten. Dus als de inkomsten dalen, en die daalden van 7 miljoen naar 3,5 miljoen, dan moet je zorgen dat je kostenniveau ook onder die 3,5 miljoen komt te zitten. Maar wat de rare tegenstrijdige beweging was, is dat omdat het Metropoolorkest zo klein bestaft was, met alleen maar een kleine productiestaf, dat we wel in de staf weer mensen moesten aannemen. Want het werd een zelfstandige organisatie, met een zelfstandig budget en een eigenstandige verantwoordingslijn naar het ministerie. Maar ook met de opdracht om zelf te gaan programmeren, om producties te gaan ontwikkelen. Iets wat voorheen eigenlijk alleen maar door de omroepen werd aangedragen. Dus we deden wat de omroepen ons opdroegen te doen. Maar nu moesten we zelf dingen gaan verzinnen, zelf dingen gaan uitontwikkelen, gaan produceren en neer gaan zetten. We moesten contacten met zalen gaan aanhalen. We moesten gaan marketen, iets wat we eigenlijk ook daarvoor niet echt deden. We moesten zorgen dat de naam Metropoolorkest in de markt werd neergezet, dat het orkest werd gepositioneerd. We moesten zorgen dat we zelf facturen gingen sturen. We moesten ervoor gaan zorgen dat hele apparaat ging lopen. En daar hadden we dus ook mensen bij nodig. Dus we hebben een heel jong en fris team om het orkest heen verzameld. Eigenlijk een heel klein team als je dat vergelijkt met andere orkestorganisaties van vergelijkbare omvang. Maar met die paar mensen zetten we wel iets prachtigs neer. En dat is misschien ook wel het kenmerkende verschil van de organisatie zoals ik hem aantraf toen ik er kwam. En zoals die is geworden na die verzelfstandiging, is die energie en die spirit en dat elan wat erin is gekomen. En die positieve drive, dat is ongekend. Het is alsof het orkest
na al die moeilijke periodes ook echt is ontketend. Maar er is zo'n ongelofelijke drive en zo'n ondernemerschap ingestoken, ook door de muzici, dat het als een komeet vooruit is gegaan. En ook door dat de jonge, hardwerkende kleine team aan ondersteunende professionals. Dus daar hebben we, denk ik, als je terugkijkt naar de afgelopen jaren en je ziet dat die naam van dat orkest ook steeds beter is verankerd in de samenleving. En dat het orkest steeds beter wordt gepositioneerd. Dat hebben we dus aan die twee elementen te danken. Is er ook een cultuuromslag nodig geweest om die slag te kunnen maken van een meer traditionele non-profit organisatie naar een culturele onderneming? Zeker. Kijk, het feit dat je een volledig 100% gesubsidieerd orkest was, dat leidde nou niet direct tot een hele ondernemende houding. En dat is helemaal geen kwalificatie voor de mensen die in dat orkest zaten, maar het is ook wel gemakkelijk, want in feite, je mocht niks, maar je hoefde ook niks te ondernemen, want alles werd toch al betaald. En omdat daar de helft vanaf is gegaan, zijn we allemaal wel in de stand geraakt van, nu moeten we ook flink aan de bak met z'n allen. Waarbij iedereen zijn of haar steentje bijdraagt. En dat is een cultuuromslag. Nou, dat is een verschil van 180 graden, zeg maar, wat is gerealiseerd. Eigenlijk door de omstandigheden afgedwongen. We zijn van zeg maar, subsidie als hangmat zijn we naar subsidie als vangnet gegaan. Of misschien zelfs een trampoline. En misschien zelfs wel een trampoline. Ja, maar het moet niet zo zijn dat die trampoline steeds kleiner wordt. Want anders dan wordt het wel steeds lastiger om iedereen op die trampoline te houden. En dat is wel het probleem waarvoor wij ons nu gesteld weten. Heeft de verzelfstandiging jullie ook ontketend? Ja, zeker. Een mooi voorbeeld is dat in het Metropoolorkest van voor de verzelfstandiging, wat hier in de wandelganger bekend staat als het Metropool 1.0... Het bedrijf wat aan de ene kant natuurlijk onder de beperkingen van de mediawet viel, aan de andere kant zich ook facilitair moest opstellen richting de omroepen. Daar hebben we ooit van Al Jarreau een aanbod gekregen om met hem mee te gaan toeren in de Verenigde Staten, waar we niet op in konden gaan, omdat wij hier in Hilversum beschikbaar moesten blijven om iets anders te doen voor de omroepen. En dat soort beperkingen die zijn er niet meer in wat in de wandelgangen hier is gaan heten het Metropool 2.0. Dus het metropool van na de verzelfstandiging. Want we bepalen nu zelf waar we op ingaan. En uiteraard is ieder aanbod, iedere vraag leidt ook weer tot een financieringscasus. Want alleen de vraag van bijvoorbeeld Al Jarreau, van willen jullie met ons meetoeren in de Verenigde Staten? Daar zouden we op inhoud natuurlijk meteen ja op zeggen. Alleen je moet wel even goed uitrekenen, want het vervoeren van zo'n heel orkestapparaat over de Grote Plas, dat is nogal een kostbare aangelegenheid, weten we intussen uit ervaring. Dus daar moet dan wel een prijs voor gemaakt worden. Maar we mogen nu zelf bepalen wat we doen. En in dat opzicht heeft het ons wel ontketend. Het heeft ons... Als je kijkt naar, een van de merkwaardige dingen was dat het orkest zou ophouden te bestaan op 1 augustus 2013. Tot dan liep de oude financiering, dat had te maken met de financiering van de mediaperiode. En daarna was er geen planning. Er stonden geen projecten in de agenda. Dus een van de dingen die we als een gek zijn gaan doen, is overal projecten vandaan halen, afspraken maken over de prijzen, contracten uitreiken, budgetonderhandelingen voeren, agenda's vol krijgen. En uiteindelijk, vanuit die enorme energie die we daarin hebben gestopt, zijn we dus doorgestoten naar die projecten waarmee we dus inderdaad ook onszelf artistiek, inhoudelijk en internationaal op de kaart hebben gezet. Waaronder dus dat project bijvoorbeeld met Snarky Puppy, waarmee we de Grammy hebben gewonnen. Maar ook bijvoorbeeld de cd-opnames met Laura Mvula in Abbey Road Studios in Londen, wat ons heeft gebracht naar de BBC Proms. Waarna de BBC zo gecharmeerd was van het orkest,
En het feit dat wij die verbinding met andere doelgroepen wisten te leggen die ze daar in die prompt-serie ook zo graag wilden hebben. Dat wij een uitnodiging kregen om het jaar daarop te komen. En intussen gaan we dit jaar voor de derde keer naar Londen op uitnodiging van de BBC. Dus die projecten die zijn allemaal ontstaan vanuit de energie die er in het begin in is gestoken om vanuit alle hoeken en gaten van allerlei projecten bij elkaar te brengen. In de sector zijn wel eens discussies gevoerd over de voor- en nadelen van verzelfstandiging. Ja. Bijvoorbeeld in Rotterdam is dat aan de orde geweest bij de verzelfstandiging van theaters en musea. Ja. Kun je daar iets over vertellen of wat de voordelen volgens jullie zijn? Ja, nou ja. Kijk, je zou, als je alle organisatieboekjes erop naslaat, zou je de situatie waar wij uitkomen typeren als ideaal. Want verschillende orkestorganisaties willen verschillende culturele merken. Geserviced vanuit één shared service-achtig centraal bureau. Maar zo voelde dat niet. En het feit dat we dat zelf hebben kunnen doen en dat we dat dicht zeg maar, bij het orkest hebben weten te organiseren, dat we dus hebben kunnen aanhaken met die ondersteunende processen op de dynamiek van het orkest, dat we het orkest daarmee inderdaad hebben versterkt en misschien ook wel een steuntje in de rug hebben gegeven. Dat was heel belangrijk. En in dat opzicht is die verzelfstandiging een zegen geweest. Een zegen in die zin dat we het type ondersteuning dat we nodig hadden in het orkest om het echte weer die boost te geven die het verdiende, dat we dat niet hadden kunnen organiseren in een centraal stafapparaat wat meerdere merken moest bedienen. Dus we hadden ook echt die, zeg maar, toewijding en die focus op dat ene metropoolorkest hadden we nodig om die spurt te kunnen maken. De nadruk ligt natuurlijk steeds meer ook door de terugtrekkende overheid vanuit de culturele sector sinds 2010 eigenlijk, toen die bezuinigingen neerdaalden, op een sterke financieringsmix. Nou, daarbij is wel heel erg sterk gekeken naar sponsors en mecenas, mecenassen. Hè, als zeg maar, dit zou de Haarlemmer olie moeten zijn, hè, die de culturele wereld weer laten lopen op andere financieringsbronnen. Nou, daar denk ik dat je anno 2016 ook van mag constateren dat dat nou niet echt direct de kurk is geworden waarop de culturele sector drijft. Het is heel erg lastig om sponsors vanuit het oude model, geef ons uw zak met geld en we zetten uw naam op onze posters, vanuit dat model te verleiden tot inderdaad grote bedragen te storten in je organisatie. Dus, en dat is lastig, die hele markt is veranderd. Het mecenaat wordt gepresenteerd als, dit wordt het. Nederland wordt steeds rijker en al die rijke mensen gaan ook nog eens een keertje het tijdige voor het eeuwige verwisselen. Nou ja, dat leidt niet tot een voldoende duurzame financiering onder je organisatie. Dus daar kun je eigenlijk de organisatie niet op bouwen. En dat is wel de uitdaging waar zeker ook een metropoolorkest zich op dit ogenblik voorgesteld weet. Van hoe kun je nou die financiering verbreden als je weet dat er aan structurele alternatieve middelen eigenlijk onvoldoende binnenkomt. En dat is dan even los van de middelen die het orkest nu genereert vanuit publieke inkomsten. Want dat blijkt eigenlijk wel een vrij constante stroom en voorspelbare stroom te zijn. Die andere bronnen, financieringsbronnen, die zijn veel onvoorspelbaarder. Het is zo dat jullie nu 50% eigen inkomsten moeten genereren, waar jullie voor de verzelfstandiging geen eigen inkomsten mochten genereren. Nee, dat klopt. Ja. Nu is het zo dat we geen 50% inkomsten genereren. Want dat zou betekenen dat we dus 3,5 miljoen
aan eigen inkomsten genereren. Nou, zover is het helaas nog niet. Hè. Het is natuurlijk wel een continu streven om het op dat niveau te brengen. Want kijk, het zou nog lekkerder lopen met het orkest als er gewoon 1 miljoen structureel extra per jaar beschikbaar was. En dan kun je dus echt, zeg maar, dan heb je als financieringsplatform heb je echt zo'n solide basis dat je van daaruit nog hoger, zeg maar, kunt gaan springen als het gaat over ondernemerschap. Maar wij realiseren wel een behoorlijk percentage eigen inkomsten. Dat ligt nu op ongeveer 45-50%. Dus dat is dan gerelateerd aan de vaste subsidie. De norm van het ministerie is 23% met ingang van 2017. En dat halen we eigenlijk vrij gemakkelijk. Zou je iets kunnen vertellen over de indeling of de inrichting van de financieringsmix? Uit welke bronnen bestaat die? Ja, die bestaat nu voor het overgroot gedeelte uit subsidie en publieksinkomsten. Dus eigen verworven inkomsten op het gebied van uitkopen, recettes, partages. Daar zijn we heel succesvol in. Voor een klein stukje sponsoring, maar waarbij de sponsoring toch ook voor een groot gedeelte zit in bartering. Dus een softwarebedrijf wat ons zijn pakket voor de helft van de prijs geeft. Of een softwarebedrijf wat ons pakket überhaupt gratis ter beschikking heeft gesteld. Kleding, orkestkleding, waar we voor een groot gedeelte, zeg maar, korting op kunnen bedingen. Een leasemaatschappij die ons een auto ter beschikking stelt voor een tournee. Dat soort deals, daar zijn we heel goed in geworden om die te maken. Maar een sponsoring in de vorm van, dit is een substantieel bedrag, wat bijdraagt aan de financieringsmix van het orkest. Dat is heel lastig. Dus het zit hem in die bars natuurlijk in het verlagen van het kostenniveau. En daarmee is het uiteraard ook financieel. Maar het draagt niet zozeer bij aan die financieringsmix. En waar we eigenlijk nog helemaal niets in hebben, dat is in het mecenaatsgedeelte. We hebben wel een klein beetje publieke funding in de vorm van onze vrienden en donateurs. Maar forse legaten of mecenaatsinkomsten, die zijn er nog niet. En nu denk ik dat met name het sponsoring en het mecenaatsgedeelte best een heel uitdagend geheel vormen, überhaupt voor de culturele sector. Want uiteindelijk zit iedereen natuurlijk ook in diezelfde ondiepe vijver te vissen. Dus ik heb mijn pijlen toch meer gericht op het idee van investeringscasus naast het orkest. Kun je iets meer vertellen nog over die investeringscasus? Want je bent nu die casus aan het ontwikkelen, ja. En de variant aan het bekijken, de haalbaarheid. Precies. De investeringscasus kijkt dus met een schuin oog naar goede voorbeelden in de culturele sector. Mensen die in staat zijn om iets te doen met de podiumkunsten zonder dat daar subsidie mee gemoeid is. André Rieu is een voorbeeld. Ook schuin oog gekeken naar hoe dat gaat in de filmindustrie. Als je een film wilt financieren, dan zoek je daar investeerders bij. En je schrijft een investeringsprospectus waarin, zeg maar, die investering in verschillende scenario's al dan niet terugvloeit met een percentage naar de investeerder. Variërend van, je krijgt helemaal niks meer terug. Tot de box office is zodanig hoog dat je een forse return on investment daarmee weet te genereren. Dat is eigenlijk, zeg maar, die twee gecombineerd leiden tot onze casus. Ik ben met een aantal potentiële investeerders in gesprek en men blijkt daar wel oren naar te hebben, naar zo'n model. En zou dat een goede verandering kunnen aanbrengen of een gewenste verandering in je financieringsmix? Een gewenste verandering in de financieringsmix zeker. En het lost nog een ander probleem op. Dat is het probleem van, we zijn een 50% orkest met een financiering van 50% van het oorspronkelijke budget. We dienen daar een stukje bij, maar echt heel veel meer dan die 50% kunnen we eigenlijk niet betalen. Maar we zouden veel vaker met elkaar willen spelen, want dat komt de werkgelegenheid ten goede, maar vooral ook de kwaliteit van het orkest. Want hoe meer het orkest met elkaar zit, hoe beter het wordt. Dus het kan nog veel beter dan nu.
En ik wil eigenlijk ook een vehikel daarmee in het leven roepen, wat het orkest gewoon vaker bij elkaar brengt. Want daarmee werken we steeds aan de continue verbetering van dat orkest, de klankcultuur. Want op die manier kan deze financieringsbond dan ook direct bijdragen aan nog meer missie-impact en tegelijkertijd meer toekomstbestendigheid. Ja, exact. Dus wat die investeringskaart zeker niet moet doen, is de missie van het orkest te compromitteren. Nee, inderdaad, het moet juist die missie van het orkest versterken. Het zal niet zo zijn dat we met Kim Holland op het podium gaan staan, want dat past nou misschien niet echt bij de missie van het orkest. Maar het moet wel iets zijn wat inderdaad zeg maar, het financiële basis onder onze missie beter kan maken. Mark, jullie governance model is ook veranderd. Jullie zijn een zelfstandige stichting. Klopt. Kun je daar iets over vertellen? Ja, we hebben gekozen voor het governance model van bestuur plus raad van toezicht. Op dit ogenblik hebben wij het bestuur ingericht als een tweekoppige directie. Dus we hebben een algemeen directeur, dat ben ik dan nu toevallig op dit moment. En we hebben als voorzitter van het bestuur. En we hebben een lid van het bestuur, dat is de financieel directeur. En met elkaar vormen wij dus het bestuur en daarmee ook executive committee van de organisatie. We worden gecontroleerd en bijgestaan door de Raad van Toezicht, die zich enerzijds natuurlijk vanuit de governance opstelt als een toezichthoudend orgaan, maar zich ook, en dat is helemaal indachtig natuurlijk, de omgeving waar wij ons nu bevinden, ons met raad en daad terzijde staat. We hebben in de organisatie ondernemingsraad, dat is natuurlijk verplicht. En wat ik heel belangrijk vind is dat onze ondernemingsraad ook een direct contact heeft met de Raad van Toezicht. Want ik kan van mezelf wel zeggen dat ik zeg maar probeer altijd alles in het belang van de organisatie te doen. Maar dan zou de Raad van Toezicht dat mij op de blauwe ogen moeten vertrouwen. En het is beter dat zij ook direct in de organisatie kunnen sonderen of het is zoals het is. Dus dat je ook dat soort informatie niet allemaal laat gaan via het filter van de directie. Ik hoor nog wel eens van organisaties waar het enige moment waarop de Raad van Toezicht contact heeft met de ondernemingsraad het moment is waarop het vertrouwen in de directie wordt opgezegd. Ja, dat moment, natuurlijk zou dat moment kunnen komen. Ik hoop het niet overigens, maar dat zou niet het enige moment moeten zijn. Dus die directe lijn van de Raad van Toezicht met ondernemingsraad is van belang. Naast onze Raad van Toezicht zijn we nu ook bezig met het uitbouwen van een Raad van Advies. Eigenlijk om de adviesfunctie, die natuurlijk ook voor een heel groot stuk in de Raad van Toezicht zit, verder uit te bouwen. En wat mij op dit ogenblik heel erg goed bevalt, is dat wij een hele kleine, maar hele slagvaardige Raad van Toezicht hebben. Dus we hebben een klein bestuur. Het tweekoppige directiemodel, dat is denk ik goed in deze fase. De fase waarin we de organisatie opbouwen en stevig neer moeten zetten. Het geeft ook een collegiale team spirit in de directie. We hebben naast de directie dan ook nog een management team dat ons zeg maar daarin weer adviseert. Maar die Raad van Toezicht bestaat uit 4 personen. Dat is een relatief kleine Raad van Toezicht als je dat vergelijkt met andere organisaties. Maar wel heel professioneel en heel slagvaardig. En dat is heel prettig werken. Ze zijn van een divers plumage. We hebben op dit ogenblik een ondernemer in de Raad van Toezicht. Een ondernemer in de muziekindustrie. Iemand die zijn vak heeft gemaakt van het plaatsen van muziek onder reclamefilms, syncing. We hebben iemand met een politieke inslag in de Raad van Toezicht, afkomstig uit het bedrijfsleven. We hebben iemand met een ministeriële impact. De oud-DG Cultuur is onze voorzitter van de Raad van Toezicht. En we hebben iemand vanuit het zakelijke gedeelte van de culturele sector. De oud-zakelijk directeur van het Concertgebouw zit ook bij ons in de Raad van Toezicht.
Dus je ziet eigenlijk een soort afspiegeling van de elementen die ook in de culturele onderneming zijn te herkennen. Het zakelijke en het ideële. Ja, exact. En met een nadruk ook nog wel weer op het politieke. En dat heeft natuurlijk ook te maken met, want een raad van toezicht is natuurlijk ook een, net zoals een bestuur trouwens, een afspiegeling van wat heeft een organisatie op een bepaald ogenblik nodig. En dat hele politieke krachtenveld waarin wij ons bewegen, dat is van belang op dit ogenblik. En daarom hebben we daar ook extra een nadruk bij gelegd in de samenstelling van de Raad van Toezicht. Je moet beseffen dat hoe mooi die rol ook is die je mag spelen in die organisatie, het is altijd ten dienste van de organisatie. Dus op het moment dat die organisatie verandert en het blijkt dat iemand anders mijn rol beter kan spelen, moet je bereid zijn om in het belang van de organisatie die rol ook op te geven. En ik merk dat iedereen in deze club er ook zo op die manier in zit, tot aan de Raad van Toezicht aan toe. Mark, wat zijn andere toekomstideeën die je aan het onderzoeken bent om het maatschappelijk draagvlak nog verder te vergroten, de grenzen te verleggen, nieuwe mogelijkheden te verkennen? Ja, nou ja, ik noem het al. Het Metropoolorkest is, ondanks het feit dat we geen omroeporkest meer zijn, nog steeds een mediaorkest bij uitstek. De podiumkunsten hebben één heel erg belangrijk nadeel. En dat is dat het enorm tijd en plaats gebonden is. Je moet op een bepaalde tijd naar een bepaalde plaats gaan. Daar maak je iets mee wat magisch is, wat een enorme ervaring en indruk achterlaat. Maar daarna is het voorbij. En we proberen door eigenlijk alles op te nemen, maar ook door orkesten te streamen, door orkesten beschikbaar te maken via televisiekanalen, door orkesten, dat hebben we gedaan met een concert, via bioscopen te verspreiden. Een van onze concerten is via 600 bioscopen wereldwijd gedistribueerd. Proberen we meer mensen kennis te laten maken met die muziek. Maar ook dat moment van die plaats- en tijdgebondenheid verder uit te stellen. Dus daar liggen nog hele interessante, hele spannende mogelijkheden voor de toekomst van het orkest. Want die wereld van die media, die ontwikkelt zich razendsnel. En de mogelijkheden om met je orkest impact te genereren, ook in de huiskamer, ook bij de mensen thuis, ook al bevinden ze zich aan de andere kant van de wereld en zijn ze niet bij het daadwerkelijke moment, die mogelijkheden worden steeds mooier en steeds beter.